Ga uw gang. Voorzitter, eindelijk. Om 7:01 waande ik mij in de Doema. Daar wordt ook gekeken naar iemand en mogen we het, ja, moeten we het eens zijn, moeten we het niet eens zijn. Wat hier vanavond gebeurt is historisch, een historische blunder. Een blunder gebaseerd op het feit dat door, laat ik maar zeggen, bestuurlijke blunders in het verleden, het er nu op lijkt dat we gedwongen zijn om een fantastische nieuw zwembad niet mogelijk te kunnen laten maken. Lijkt, zeg ik erop, want dan kom ik gelijk, voorzitter, op een reactie op wat de heer Van Oort zei. Ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. Nog nooit. In de stukken staat gewoon keihard dat zowel de Fitland deal als de stuk van de waterstroom 350.000 euro per jaar kost. Het is niet duurder. Sterker nog, met de deal zoals hij er staat, is een stuk van de watervrienden goedkoper. Want de gemeente verdient er zelfs op. Mensen moeten namelijk meer rente betalen voor die lening die de gemeente dan verstrekt voor dat gebouw, dan wat de gemeente aan rente betaalt. Er is hier straks genoemd kiezersbedrog. Ik zal u vertellen, dat is zacht uitgedrukt. Dat is zacht uitgedrukt. En waarom hebben wij een financieel tekort? Deze partij heeft 2 jaar terug de begroting afgekeurd. Deze partij heeft samen met de SP en de VVD vorig jaar de begroting afgekeurd. Waarom? Omdat we toen aan konden wijzen, duidelijk konden duiden, dat er diverse stukken gewoon onvolledig waren of niet in de begroting waren opgenomen. En een half jaar later zijn deze mensen er verantwoordelijk voor. Goh, we hebben tegenvallers. Nee, we hebben geen tegenvallers. We hebben gewoon blunders gemaakt. En de meerderheid van deze raad, waaronder de heer Van Oort, heeft dat steeds goedgekeurd en heeft dat weer bedekt. Met de mantel der liefde om de coalitie in te blijven. Het is een moment om de heer Van Oort het woord te geven. Meneer Van Oort. Voorzitter, wat de heer Vogels hier schetst is de halve waarheid. U heeft... Dan is het al de helft meer als wat u verteld heeft. Voorzitter, de heer Vogels heeft met de gehele oppositie bij de afgelopen begroting nog een amendement ingediend om het jeugdzorgbudget niet op te hogen, om een deel van de bezuiniging terug te draaien. En dan waagt hij het om hier te vertellen dat de budgetten niet reëel zijn en dat hij daar zelf geen andere voorstellen voor heeft gedaan? Een vraag aan de heer Vogels. Voorzitter, het is de derde of de vierde keer dat de heer Van Oort vanavond probeert de zaak af te leiden van waar het om gaat. Hij zegt niets van de begrotingsbehandeling 2018. Daar kan hij ook inderdaad maar beter over zwijgen, want het was de heer Van Oort, voorzitter. Het was de heer Van Oort die prominent op een verkiezingsposter hing bij het huidige Eendrachtgebouw met een nieuw zwembad voor Gemelbakel. En dan kun je nu zeggen, ja, maar er waren andere tijden en weet ik wat. Ik herhaal wat ik zojuist zei. Als wij in financiële problemen zitten op dit moment, dan ligt dat maar aan één deel van dit bestuur. En dat zit daar. En waarom is dat zo? We hebben het vaak gezegd, ik heb het zelfs vaak gezegd, elke keer verschijnt er weer een persbericht en dan wordt het rooskleurige voorgeschoteld. Ik heb er de wethouder zelfs op aangesproken in de commissie. En zei ze, ja, maar als je dan doorleest in de kleine lettertjes, dan staat er toch wel dat wij ons wel zorgen maken. Dat beeld, dat heeft ervoor gezorgd dat wij nu voor een besluit staan en waarbij CDA en Dorpspartij ervoor lijken te kiezen, dat dat als argument wordt gebruikt om met Fitland verder te kunnen gaan. En dat betekent, voorzitter, ik kan niet anders zeggen, dat al die mensen die van het CDA en van de Dorpspartij een veer in de kont hebben gekregen van, goh, ze hebben zo goed mee geholpen en ze hebben mee onderzocht. En er zijn diverse werkgroepen geweest. En dus de Gemelse Watervrienden, de Hydra, al die vrijwilligers die nu in een korte tijd dit plan hebben gemaakt, die zijn letterlijk gewoon voor de gek gehouden, die zijn genaaid. Waar het college al vanaf het begin om ging, is om dit. Vastgoedontwikkeling bij Fitland. En we zitten tot onze nek in. Er zijn al zodanige toezeggingen gedaan dat dit college niet meer kan
terug kan om in zee te gaan met de chemische met iets anders. En dat daarbij, zoals de heer Vromans terecht opmerkt, dat daarbij nog tonnen worden meegegeven, even, want dat laat de heer Van Oort even buiten beschouwing. Hij doet het nu voorkomen, zegt, ja, de garantie is dan nu al compleet, althans die lijkt compleet, hè, even, maar ook al is hij compleet, maar dan is er nog iets van die overbrugging. Voorzitter, het is niet waar. Voor die overbrugging hebben wij makkelijk dekking. Hè, als de dames achter mij gewoon de ballen tonen en met Fitland in gesprek gaan en zeggen, jongens, water bij de vis, u krijgt niks geen grond erbij. Afrekenen die hap. Dan hebben we de dekking al binnen. Maar voorzitter, dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren, want we hebben het hier gezien. De Douma, het is dichtgetimmerd. We staan niet meer open voor. Die mensen zijn straal voor de gek gehouden. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie nog een opmerking van de heer Van Oort. Ik reageer hier toch even op, want de heer Vogels doet net voorkomen alsof wij als dorpspartij niet openstaan voor de plannen van de waterstroom. Nou, ik kan u vertellen, die hebben wij vanaf begin af aan serieus genomen. Sterker nog, we hebben het onderwerp in 2017 voor het eerst op de agenda gekregen. We hebben inderdaad bij de verkiezingen, heb ik inderdaad op een bord gehangen met de slogan voor een nieuw zwembad. En u weet dommelsgoed, voorzitter, excuus via u, dat het mij pijn doet dat dit nu niet kan. Maar ik neem wel een besluit omdat ik meen dat de gemeenschap hierbij gebaat is om binnen onze financiële kaders een zwemvoorziening te kunnen realiseren. Wij kunnen geen nieuw zwembad ons veroorloven. Gaat niet. Ik ga heel even terug naar de heer Vogels, want hij is ook weer terug. Ja, ik ben graag weer even terug. Weer hetzelfde verhaal. We kunnen ons niet veroorloven. Zojuist toen hij hier stond was het nog het verhaal van ja, we hebben nog die overbrugging, hè, dat nekt ons dan weer. Wij geven aan, die overbrugging die is te regelen. Bovendien, meneer Van Oort, we gaan hier een historisch besluit nemen. Kijk hem even aan. We gaan een historisch besluit nemen. Mensen van de dorpspartij, we gaan een historisch besluit nemen. Stel nou eens even dat het 4 ton extra kost. Stel dat nou eens even. We hebben het over 40 jaar. We hebben het over 10.000 euro per jaar. We hebben een begrotingsvoorstel gezien, want de begroting behandelen pas in oktober. We hebben een voorjaarsnota en er staan 51, 52, 53 wensen van het college in. Alles bij elkaar 7 ton. Denkt u nou echt dat als wij het zouden willen, dat we niet 10.000 euro per jaar kunnen vinden? Denkt u dat nou echt, meneer Van Oort? Dan mag meneer Van Oort nog een keer op reageren als u dat wil. Ja, ik stel vast dat de heer Vogels een loopje neemt met de boekhoudkundige eisen van de gemeentebegroting. We hebben die incidentele last gewoon af te schrijven in 3 jaar volgens het BBV. Ja, u kunt voorzitter, de heer Vogels kan zeggen dat het niet waar is, maar hij weet ook wel dat het wel waar is. Dank u wel.